What is up mensen, Stefan hier. Welkom bij een brand new YouTube video. En vandaag ga ik iets speciaals doen. Ik ga jullie meenemen in een soort van day in the life. Van hoe ik het doe, wat ik doe en dat soort zaken. Ik heb vandaag 8 gesprekken met klanten, met potentiële klanten. Met mensen die toegang willen krijgen tot mijn cursus en dat soort zaken. Met zo mijn eerste. Dus ik dacht, wat zou leuker zijn dan om jullie mee te nemen in wat het is dat ik doe. Hoe ik het doe, zodat jullie kunnen zien hoe een day in the life eruit ziet. En ik heb over nagedacht om dit eigenlijk vaker te doen, maar gezien mijn dagen eigenlijk gewoon best wel saai zijn, dacht ik zo bij mezelf van ja, maar waarom zou het interessant zijn voor jullie om te zien wat ik doe? Want ik zit toch de hele dag achter de laptop, gefocust, bezig met dingen om resultaten te behalen, meestal 10 tot 12 uur per dag. Dus daarbij zat ik te denken van oké, waarom neem ik jullie gewoon niet mee? Vandaag is een hele drukke dag, dus ik heb ook heel veel gesprekken, dus ik kan jullie ook de gesprekken laten zien, wat het is dat ik doe, wat ik eet, hoe ik andere zaken doe, zodat jullie een beeld krijgen van hoe dat eruit ziet voor mij. Ja, ik dacht, ik neem jullie mee en voor wat dat betreft wil ik jullie graag meenemen in het eerste gesprek met een potentiële cursist. Een soort van 1-op-1 gratis coaching, adviesgesprek en dat soort zaken. En zoals je kunt zien, de setup. Ik heb al een setup gezet hier. En de laptop staat open en alles. En voor wat dat betreft is alles Gucci. Alles staat klaar. Dit is mijn werkhok. Dit is waar ik werk, zeg maar, de hele dag. Ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. In ieder geval neem ik jullie gewoon mee. Als je het leuk vindt, laat zeker een like achter. Subscribe ook op dit kanaal als je nieuw bent. We hebben sinds kort de 500 subscriber mark gehit. We gaan nu al langzaam naar die 600, 700. Dus mensen, we moeten die 1K gaan halen. Zo snel mogelijk. Hopelijk in maart al. Help me daarmee. Want hoe meer je mij helpt, hoe meer zin ik ook heb en motivatie heb om jullie te helpen met deze video's. En ik ga nu het gesprek even voorbereiden. Laten we direct op induiken. Trouwens, wat ik ben vergeten te zeggen is dat ik heb zeg maar altijd klassieke muziek lopen. Dus ik weet niet of jullie dat kunnen horen. Maar in ieder geval, daar ben ik. Dit is mijn setup voor vandaag. Met mijn Blue Yeti mic, zoals jullie dat kunnen zien. En mijn kapotte O. Deze laptop ga ik denk ik over een halfjaartje fixen, maar hij doet het fucking goed. Hij werkt bijna net zo goed als gewoon een MacBook. Hij is zelfs nog sneller dan een aantal MacBooks, omdat ik een interne nerd talk nu hier. Maar interne SSD wil gaan halen. En ik heb ook een externe SSD, die zeg maar hier links zit. Deze zeg maar heb ik recent gehaald voor... volgens mij 100 euro of wat dan ook. Maar in ieder geval, ja, hij werkt nu heel snel. Het enige wat kut is die O. Maar voor de rest is het de perfecte laptop. Dus we gaan beginnen. Eerste call, zie jullie daar. Let's get it started. Trello, wat bij Trello handig is, is je kan borden maken. En ik kan je zo wel even laten zien hoe wij dat doen met Makelaars. Want ik heb salesmensen die werken voor mij, zeg maar. Nu wij aan het praten zijn, zijn zij belletjes aan het doen en berichten aan het sturen voor mij. Het hoofddoel zit hem in de follow-up. Tot aan de meeting. Als ik bijvoorbeeld jou niet een bericht had gestuurd, bijvoorbeeld dat we een gesprek zouden doen, dan waren we ook niet tot een gesprek gekomen. Snap je wat ik bedoel? Yeah. Waar ze jou zien van, hey, Esra heeft me toegevoegd, wie is zij, wat doet zij? Snap je? Ja. Yeah. Hoeveel vind je er ongeveer per dag? Ja, ik denk dat ik iedere dag wel een uurtje of, ja, een uurtje ongeveer aan... Oké, mensen, eerste gesprek gehad, ging best wel goed. Zo even nog wat extra werk afmaken. En dan gaan we weer knallen. Ik ga nu even wat eten. Ik neem jullie ook mee in dat. Ik ben waarschijnlijk de slechtste vlogger die je ooit in je leven zult vinden. Ik heb zo dadelijk nog een gesprek. Daarna 4, 5 gesprekken achter elkaar. Dus ik ga jullie meenemen. Misschien wordt het een 2 dagen vlog. Want morgen ga ik ook in de ochtend trainen. Misschien dat ik de camera dan ook meeneem, zodat jullie dat kunnen zien. Ik ga zo even een aantal meetings doen. Dan ga ik even wat eten. En ik zal jullie meenemen in alles. Voor wat dat betreft een korte stukje zoals jullie net ook hebben gezien. Dus zoals jullie ook al weten werk ik met een 1-op-1 coach. Die mij traint op het gebied van gezondheid. En ik ga even deze muziek even wat zachter doen. Ik hou heel erg van klassieke muziek, dus vandaar ben ik dat aan het luisteren. In ieder geval een tip. Als je aan het werk bent, ga naar YouTube. En ga niet naar YouTube zelf de muziek luisteren. Maar ik raad je aan gefocuste muziek te luisteren. Oftewel alpha waves, beta waves, delta waves. Waardoor jouw brein in een soort van frequentie komt. Waardoor je beter kan gaan focussen. Werkt heel goed voor mij. Ik luister klassieke muziek. Werkt voor mij heel goed. Ik heb YouTube altijd geblokt. Naast een aantal andere social media kanalen. Gewoon puur omdat ik niet afgeleid wil zijn. Dus voor wat dat betreft is dat het beste wat je zou kunnen doen. Downloaden naar mp3 en dan gewoon zelf luisteren.
worden allemaal afgeleid. Straks dus nog een aantal meetings achter elkaar back-to-back. Zet hier een bericht hieronder, onder de video van wat je van deze video vindt. En of je meer van dit soort video's wilt of andere video's. Laat me weten, alle feedback is welkom. Jullie kijk op alles wat ik doe is voor mij het allerbelangrijkste. Ik ga nu verder en ik zie jullie in de volgende clip. Eindelijk even niet vergeten om te vloggen. Ik ga hier even wat eten. Daar zijn we nu mee bezig. Moedertje lief even gemaakt. Dankjewel mama. En de hond hier, zoals jullie hem wel kennen, Tylon. Ik ben vergeten om te vloggen terwijl mijn gesprekken waren. Ik ga mijn best doen om straks de video's, oftewel de gesprekken die ik heb met mensen, op te nemen. Zodat jullie kunnen zien waar ik het allemaal over heb, wat ik allemaal aan het doen ben. En voor de rest zie ik jullie in de volgende clip. Ik ga even eten, even uitrusten. Yeah, moving on. Like, tell me, because we're not definitely not gonna jump into the stats. So I told you the overall stats. Mm. Just to bring up, away time this week was 47 minutes. Yeah. Which is really good. Yeah. And one day was even 26 minutes and another day was 32. So, I mean, the inner metrics you have are on point. I can go, there have been days that I've been trying to lay in bed from 9, but I'm just not tired. I'm just moving the entire time. So it doesn't like count that, right? So I can go to like 8:30 to bed. That's no issue for me. It's just I fall asleep at like 10. So then the wake time is like 1 hour at some days, right? So I could do that. When we had, let's say, early February, when you went to bed, you know, you fell asleep with low latency, you fell asleep early. We had those days as well. Yeah, that was because... So what was the difference? Because the deep downtime started at like 7:38 back then. Yeah. That's when I started to do that. Okay. Then I started going upstairs like 8:30, reading a book, showering already then. And now it's like I have a call and then I end it and then it's like 8:30, 8:45, I go down, need to have my tea, sit down, it's already 9:20, 9:30, I have to still shower, then I decide not to shower, I go to bed, and then like, you know, yeah. So it's kind of those small decisions that like, don't get me that consistent. I need to have like, even more, the systems are in place for the evening routine, but I need more, like, certain times, like 8, it's like, everything closed, the laptop closed, mobile closed, everything closed. Honestly, Eric, I saw like someone wearing a gas mask to like even when it started like a little bit to the supermarket, like a real gas mask. Okay, mensen, van harte welkom weer bij deze vlog. Zoals je kunnen zien, het is avond. Slechtste vlogger ooit. in ieder geval veel meetings gehad vandaag. Ik ben compleet kapot. Ik weet niet hoe lang deze vlog zal zijn. Wellicht is het heel kort. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Ik hoop dat jullie het interessant hebben gevonden. Wellicht zal ik morgen ook nog een clip doen. Ik denk niet dat dit de laatste clip zal zijn. Dus morgen neem ik jullie ook nog even mee. In een korte wandeling met Tyron. Dat zal de volgende clip zijn. Zojuist een call gehad met mijn lifestyle coach. Die mijn slaap trekt. Ook met de O-ring. Zoals je hier kan zien. En voor de rest ook allemaal andere zaken die ik allemaal aan het fixen ben. Alle dingen aan het regelen en dat soort zaken. Veel dingen gebeurt vandaag. Morgen nog meer dingen die gaan gebeuren. Dus ik neem jullie denk ik mee in 2 dagen van mijn leven. Ook al staat er one day in the life of iets anders of wat er ook staat. Wij gaan dit neerzetten. Ik zie jullie in ieder geval morgen bij de wandeling. En laten we direct daarop induiken. Ik ga zo pitten. Ik ga uitrusten. En ik wens jullie nog een hele fijne video voor wat dat betreft. Ik zie jullie in de volgende clip. What is up mensen, goedemorgen. Vandaag is het weer dinsdag. En vandaag heb ik besloten om thuis even te gaan trainen. En de hond die wil even naar buiten. Maar in ieder geval, ik ben even een home workout aan het doen. Rustige home workout vanwege ten eerste de regen. Ten tweede, het virus begint zich te verspreiden als jullie dat hebben gehoord. Dus ik heb gewoon besloten thuis te blijven met deze leuke... Kusje. Kom, stel jezelf eens voor, ja. Met deze aap. En ja, ik ga nu even. Ik heb nu wat. Hoe heet dat? Hoe noem je die? Ab crunches gedaan. Dus zeg maar voor de buikspieren. En ik ga nu wat push-ups doen. Tegelijkertijd terwijl deze mat die naar buiten wil. Dus ik ga hem even naar buiten doen. Ga ik een aantal push-ups doen. En dan ga ik beginnen met de werkdag. Want het is nu 8:05. Ga ik even een koude douche nemen, wat ik altijd doe. En dan gaan we direct knallen. Dus ik neem jullie mee in deze korte workout. Want ik ga even nou een aantal push-ups doen. Dus je zult mij zo een aantal push-ups zien doen. En dan gaan we verder met werk. Dus let's get into it. Lekker poepen. Oeh.
2 hours later. Okay. Oké, mensen. Dat was hem. Het was eigenlijk best wel kort, maar ik heb zo dadelijk eigenlijk al meetings vaststaan. Dus even een snelle workout. En dat wil zeggen, je hoeft niet ook altijd helemaal kapot te gaan in de gym. Heel veel mensen denken dat je kapot moet gaan in de gym. Maar je kan ook trainen op dat je wakker wordt. Trainen op dat je efficiënt bent. En ik ben letterlijk binnen een kwartiertje klaar. Dat scheelt mij gewoon een half uur. Van naar de gym gaan, in de gym dingen doen. Natuurlijk, dit is niet hetzelfde als met gewichten en dat soort zaken. Het is gewoon bodyweight wat ik hier thuis doe. Maar trainen is trainen. Dus in ieder geval mensen, dit was even een korte trainingstukje. Ik ga de hond weer binnen laten. En de hond is wel lekker bezig zoals jullie het kunnen zien. Oh. Hij is wel lekker bezig mensen. Ik ga niet inzoomen, dat is vies. Kijk hem blij zijn. Goed hè, jongen. Hé, hey, heb je je dingetje gedaan? Hé, gangster. Hé, een koekje? Kom, dan gaan we je een koekje. Gaan we hem even een koekje geven, mensen. Doe maar deur op. Doe maar deur op. Goed zo, jongen. Hé. Hey. Lekker, man. Oké, okay, wacht even. Zitten. Lekker, jongen. Lekker chappen. Lekker eten, jongen. Ja. Lekker, man. Oké, what is up, mensen? De slechtste vlogger coming in. In ieder geval, ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Ik ben nu tot het punt dat ik het ga afsluiten. Ik ben nu bezig met wat knowledge. Knowledge is power. Kennis is macht. En dat is waarom we hier nu nog steeds zitten. Het is nu 7:30 volgens mij in mijn hoofd. We zijn nog steeds even bezig om de laatste dingetjes, de laatste loodjes van vandaag, de dinsdag, af te maken. In ieder geval, mocht je het leuk vinden, mocht je nieuw zijn tot het kanaal, subscribe dan ook zeker. Vooral als je zo lang bent gebleven kijken met deze vlog. Blijf dan ook zeker tot het einde en blijf ook bij de volgende video's voor wat dat betreft. Dus subscribe op dit kanaal. Klik ook zeker op de post-notificatieknop als jij nog meer interesse hebt om meer waardevolle video's te vinden. Dit was meer een vlog. Ik moet mijn best doen om nog een betere vlogger te worden, want ik heb het zo lang niet meer gedaan. En ik moet er echt gewoon inkomen. Misschien doe ik een vlog challenge of zo. Iedere week één vlog. Laat me weten of je dat leuk vindt. Reageer die even in de berichten. Of je dat een leuk idee zou vinden. En in ieder geval like ook deze video. Subscribe zoals ik al zei. Klik op de post notificaties om altijd up to date te blijven. Van mijn content. Ik ga nog meer content plaatsen voor jullie. Zodat jullie nog meer kunnen zien wat ik doe. Een Dana Live. Zodat je dat ook even voor jezelf kan meenemen. Als jij een SMMA wil beginnen. Een marketing agency. Of überhaupt gewoon bezig bent met online ondernemen. Of ondernemen in het algemeen. In ieder geval wil ik je bedanken voor het kijken van deze video. Ik kijk er enorm naar uit om je te zien in de volgende. En voor nu dus maar niets anders om te zeggen ciao. En nog een hele fijne dag gewenst. Zet hem op en ga knallen. Tot gauw.